Ik ga jullie aandacht vragen voor een vrouw die vakmatig niets met deze sector, met de kunst- en cultuursector, heeft te maken. Maar die daar wel een hele duidelijke mening over heeft en een goed verhaal. Ze is voormalig divisiedirecteur bij DSM en voormalig CEO van Bugaboo. Het is geen kleine dame natuurlijk. Nu is ze onder andere commissaris bij twee Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, Boskalis en Corbion. Afgelopen zaterdag was ze ook hier om cijfers te geven over de sector. Dat balletje is gaan rollen. Het is uitgegroeid tot een, nou, een bijna verpletterende sneeuwbal, zou ik willen zeggen. Ze is hier nogmaals om die cijfers toe te lichten en nu met PowerPoint. Ilona Haaier, welkom. Wat goed dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Graag gedaan alvast. Ja. Nou, dat betekent heel veel voor ons. Nou, ik doe het heel graag. Ik draag deze sector zo'n warm hart toe. En ik merkte afgelopen zaterdag inderdaad, door even in wat cijfers te graven, want ik kan helaas niet zingen of dansen of iets anders moois doen. Ik denk, nou dan maar cijfers. Dat balletje is gaan rollen, onder meer opgepakt door Asscher, hebben we gehoord, en door Rob Jetten. En ik ga ervan uit, ook door de minister, hopelijk aankomende vrijdag, want het is toch haar sector. Ik wou net zeggen. Maar ik ben hier graag weer en ik wil graag nog een keer een paar verrassende inzichten uit deze sector nog delen. En dit keer een beetje met visuele ondersteuning. Heel graag. Ga je gang. Nou, daar gaan we. Dan begin ik in ieder geval nu met de begroting van Nederland. Dus in Nederland geven wij een bepaalde zak geld uit elk jaar. En in 2019 is dat 300 miljard geweest. Nou, dat is niet weinig. Maar wat geven we nou eigenlijk uit aan de cultuur- en mediasector? Ik denk dat de meesten van ons denken dat het een zwaar gesubsidieerde sector is, dus dat het heel veel is. Maar laat ik dat eventjes uitleggen. De cultuur en media valt onder het ministerie van OC&W, dat is Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Die krijgen ongeveer 40 miljard van die 300. Nou, dat is nog best veel. Als we even verder kijken, dan krijgt de cultuur en media daar maar 2 miljard van. Dat is dus 0,6% van die 300 miljard waar we mee starten. Dat is dus uitermate weinig. Eigenlijk een druppel in een emmer en een schijntje. Om nou de zaken even een beetje eerlijk te doen. Hè, die 300 miljard, dat is de Rijksoverheid. En we hebben ook nog provincie en we hebben ook nog gemeenten. En die hebben ook nog een cultureel budget. Deels weliswaar gevoed door die Rijksoverheid, deels door eigen inkomsten. Maar als we die er toch nog even bij pakken, dan hebben we nog 2 miljard. En dan wordt dus deze gehele sector, cultuur en media, gedragen door maar 4 miljard. Even ook nog wat tussendoor. 900 miljoen gaat al naar de televisiezenders, NPO. 450 miljoen is gereserveerd voor de grote musea, dansgroepen en theaters. Zo'n 200 miljoen gaat naar monumentenzorg, dat hoort er ook bij. Dus er blijft al niet heel veel over. Dus dat is een beetje een mythe die ik toch graag hierbij wil laten ploffen, dat het zo'n zwaar gesubsidieerde sector is. Dat is niet zo. Maar goed, laten we dan ook even kijken naar de andere kant, namelijk de inkomstenkant. Komt er dan iets uit deze sector? Verdient deze sector geld? Nou, daar kunnen we ook naar kijken. Dat noemen we de waardecreatie van Nederland, ook wel genaamd het bruto binnenlands product. Wat produceren wij in dit land en wat consumeren wij met elkaar in dit land? Dus niet wat gaat naar buiten Nederland toe, maar wat maken we hier en wat consumeren we hier? Nou, in Nederland in 2015 was dat volgens het Centraal Bureau van de Statistiek zo'n 700 miljard euro waard. Dus dat is een soort van het verdienste van Nederland in Nederland. Wat is nou die culturele sector daarin? Nou, die is zowaar 3,7% van dit hele bedrag. Dus zo'n 26 miljard. Weet u nog? 4 miljard ongeveer. Dat wordt 26 miljard. Dat is toch even een behoorlijk rendement voor een sector waarvan we misschien denken dat dat niet zo is. Ook dit wil ik even vergelijken. Er zijn twee sectoren waar we het heel veel over hebben de laatste tijd. De bouw bijvoorbeeld, woningentekort, stikstofproblematiek. Nou, laten we eens kijken wat zij in Nederland produceren en wat wij in Nederland daar een waardecreatie van maken. Dat is 29 miljard, ongeveer 4%. Ongeveer gelijk aan die cultuur- en mediasector. Had ik niet verwacht, misschien u ook niet. Er is nog een sector waar we het heel veel over hebben, dat is de landbouw. Weten de tractoren op het Malieveld, de protesten. Nou, er is heel veel om te doen.
die sector exporteert weliswaar veel, maar laten we eens kijken wat zij hier produceren en wat wij hier consumeren en wat voor waardecreatie in Nederland dat teweeg brengt. Dat is maar 11 miljard. Dat is 1,6%. Dus de culturele sector zit daar meer dan twee keer boven. Dus wij hebben een culturele sector die zijn eigen broek ophoudt, wat de ondernemers zijn. Ja, en deze sector staat nu stil en dat gaat mij aan het hart. Niet alleen omdat ik het van maatschappelijk belang vind, maar economisch is het van belang. Die 3,7% waardecreatie staat trouwens voor 4,5% werkgelegenheid in dit land. Nou, dat is niet gering. Als we dan gaan gooien met 300 miljoen of met nog een keer 60 miljoen. 300 miljoen is door de minister toegezegd. Het gaat overigens naar als zwaar gesubsidieerde musea en theatergezelschappen. Prima, die moeten ook bestaan. En 60 miljoen komt nog een keer van de gemeente. Maar ja, dat is heel lief. Maar het is geen bedrag waar we echt iets mee kunnen in deze sector. Deze sector staat dus stil. Die draait niet verder omdat er geen subsidie is. Niet zoveel. Deze sector staat stil en dat merken wij omdat wij niet naar het theater kunnen, niet naar een festival, niet naar een bioscoop. Dat merken wij nu. Maar wat er ook gebeurt, is dat de creatie stilstaat. Dus dat er niet wordt geschreven, gemaakt, geproduceerd, vernieuwd. Dat vergt namelijk voorfinanciering. En commerciële bedrijven die nu al bijna op omvallen staan, hebben zeker het geld niet om dan ook nog nieuwe producties voor te financieren. Dus als wij over een jaar of over anderhalf jaar weer fijn, hopelijk, naar nieuwe voorstellingen willen, dan zijn ze er niet als we zo doorgaan. Dus daarom ook wat mij betreft, vanuit ook economie, maar ook vanuit maatschappelijk belang, een beroep op onze minister en op onze overheid, of het nou economische zaken is of OCMW, om hier een investeringsfonds voor open te trekken. En die 1,5 tot 2,5 miljard, ik denk dat dat ervoor nodig is, op tafel te leggen om deze sector levend te houden voor ons allemaal. Dat was het pleidooi wat ik hier graag nog een keer wilde houden, Anita. Ik ben diep onder de indruk.